Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Half-Life 2. We zijn hier met die mooie barrel. Daar waren we de vorige keer. Het is opeens donker hier. Het zal wel liggen omdat die energy cell weg is. We gaan hier onderdoor. We gaan eerst eens even hier kijken. Hier zijn we nog niet geweest. Ofwel, hier zijn we wel geweest. Heel interessant. Oeh, HP. Kan ik wel even gebruiken. Want ik miste 4 HP. Is niet al te boeiend. Maar hier waren we wel geweest. Het is een paar dagen geleden dat ik dit heb voor het laatst opgespeeld. Dus even weer wennen en weten waar we heen moeten. Oh nee, waar we gebleven zijn, beter gezegd. Want we moeten hierheen, dat is al overduidelijk. Het is zo raar, ik hoor stromend water hier, maar het stroomt niet. Dat is knap. Maar we gaan hier naar beneden, we gaan het allemaal kapot slaan. Chop, chop, chop. Oh, we gaan wel even mee naar boven. Sneller, 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 sneller. Kom op. Ik snap echt niet waar dat fucking stromende water vandaan komt. Kim, wat de fuck is jouw probleem? En oh. Hoppa. Daar zijn we dan. En we zijn er bovenop. Dat scheelt. Want normaal is dit best wel kut om te doen. Die dingen, die zijn gewoon fucked up. Die bewegen te veel zo. Ik weet niet hoe het precies zit, maar dan kom je er net niet op. Dat is wel kut. Maar we hebben het gehaald. We komen weer buiten. Zo te zien. En er is een ladder. Ah, we moeten hier toch heen. Ga er af! Ga er af, dank u. Verder is hier niks. Nee, oké, dan gaan we naar beneden. Wee. Ik loop nou eerst de verkeerde kant op. Ik weet dat dit de verkeerde kant is. Waar de fuck kom jij zo snel vandaan? Kudding. Kapam, kapam. Zo doen we dat. Hier ligt verder niks volgens mij. Mogen we rennen. Wat is dat? Dat is een. Dat is drinken in deze game. Want dit is de kant die we op moeten. Dan krijgen we die lui hier. Hey. Dat dacht ik dus niet, hè. Mooi. Ammo. What the fuck, draait daar rond? Dat is een camera ding. Fuck off, camera ding. Dat zeg ik, fuck off. Ik heb een hekel aan camera. Ga weg! Ik heb een hekel aan camera ding. Zoek ik nu. Hier is niet wat. Oké, en we terug. Dan gaan we hier naar boven klimmen. Fuck off, barrel. Hey, moederpeste barrel. Zo, heel veel ammo. Dan gaan we eens even weer met de submachine gun. Daar hebben we nou lekker veel ammo voor. Oké, we gaan weer terug met de crowbar. Want de crowbar is het makkelijkste voor die manhacks. Oh, ketchup. Waja! Hier is ook niet wat hierboven ligt. Als ze goed hebben, een revolver. Dacht ik toch. Maar het is lang geleden. En het is hier heel voorzichtig lopen. Dan komt alles goed. Yay! Dat is de lamp daar collector. Het is de eerste keer dat je hem ziet eigenlijk in beeld. De achievement progress. Normaal komt hij wel altijd wel in beeld. Maar omdat ik die al had gevonden de vorige keren. Deze game heb gespeeld. Ik heb hem pas recent op Steam gekocht. Maar hier kunnen we niet heen verder volgens mij zelfs. Als ik het goed heb. Nee, zie je? Oh, nee, dat is mijn supply crate. Fuck off. Hier, eet maar een pallet op. Oké, we moeten sowieso dan doen we er overheen springen namelijk. Nou, we gaan proberen zoveel mogelijk te exploren namelijk. Natuurlijk, hoe je het wil noemen.
Op zich vind ik dat natuurlijk. Dat is logisch. Ik probeer het altijd zoveel mogelijk mee te pakken van de game. En even kijken, hier komen we in gooey gooey stuff. En dat is heel gezellig. Dus je hoort ook wel iets kraken, zeg maar, een soort van. Dat is alleen dat het giftig is. Dit is een andere Lambda Collector. Er zijn er 45 door de hele map heen, of de hele game heen, hoe je het wil noemen. Dus het zijn er nogal wat. Headcrabs. Ammo. Dat is goed. Hallo. Hey! Ja! Dat is mooi. You got here at a bad time. Oh, dat is minder mooi. Ja. Gordon Freeman has returned! Klinkt alsof ik dood was. Maar ja, we gaan er vandoor. We hebben ammo mee. Hier hebben we mooie headcrabs. Nee, wat. Oh, zombies. Boom. We zijn dood. En, die dingen, daar zitten dus... Kijk, ze graven zich in de grond. Als je hier komt, dan... En dan springen ze. Kijk, dan gaan ze proberen hier te omnommen. Boven op je hoofd. En zo werken de headcrabs. En die komen dus uit deze dingen. Die schieten die lightjes af, zeg maar. De militairen, zo maar te noemen, schieten die af om de resistance bezig te houden. Het zijn hier militairen. En ik zal zo meteen laten zien wat Alternate Fire is. Kom maar. Hij moet een beetje huilen van de headcrab. Oh, wat jelig. Die headcrabs die maken soms best wel rare sprongen trouwens. Ondertussen is Steam blijkbaar klaar met Half-Life 2 Episode 1 downloaden. Hey, auw, fuck jou. Ik kom ook een beetje uit de grond gezet als ik in het sta. Biatch. Kijk, een zombie. Oh nee, een zombie. Oh kijk, twee zombies. Hey. Dat doen zombies ook. Ze slaan met dingen naar je toe en eigenlijk als die er liggen. En dit is Ultimate Fire. Weet je dat ook weer? Het is gewoon een grenade. Ik heb al gezegd dat het een grenade launcher was, maar nou heb je tenminste hem in actie gezien. Oh nee, stroomdraden. Auw. Oh nee, een zombie. Staff. Hey, een headcrab. Nog één. Opeens zijn er hier twee, die waren er net nog niet. Die ene zit op het dak. Ik kan het zeggen, die ene is hier wel, maar... Oh nee, voor mijn ogen. Maar er komt niks uit. Wij wel. Zo. Dat was dat. Oh. Oh nee. Ik denk dat mensen nog wel schrokken ook misschien. Ik weet het niet zeker. Ik weet niet hoe schrik graag jullie zijn. Nou, gaan we die ook nog even vermoorden. Dat is goed. Ik heb begrepen, game. Hé, hey, die zijn ook allemaal dood. Wacht, kun je hier... Is dat misschien de bedoeling? Oh, dat zou nog eens goed de bedoeling kunnen zijn ook. Daar heb ik nooit bij nagedacht. Maar dit ding zit echt zo uitgesneden. Perfect om hier bovenop te springen, maar... Dat zie ik nu pas. Al die jaren dat ik die game heb gespeeld. Merk ik dit nu pas. Maar ik kan hier niet bovenop, dus het zal wel niet. Spijtig, ik denk als je hier bovenop kunt, dan kun je misschien overal bovenop. En dan ligt er nog weer een collectible of zo. Maar nee, dat valt tegen. Dit is dus heel, heel vies smerig water, voor de mensen die het nog niet door hadden. Echt heel vies. Hier heb ik mijn soundcheck gedaan trouwens, en hier praat zo wat. Kijk, zie. Dus dan kon ik dat mooi testen, en dan een beetje schieten, en dan had ik deze rifle al.
tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard and you'll make it. Aha. Find more help up at station 7. Mooi. Just a few bends up the river. It's the old red barn. Okay. Climb on in. Fire her up. Okay, come to you. We hebben hier niks volgens mij verder boeiends. Nee, oké, we gaan in een voertuig. We krijgen ook nog een keer een auto. En nou zitten we in een hoverboat. Ding. Titanic. We zitten in de Titanic. Dat ding is best wel snel, zoals je ziet. Maakt een bende kabaal. En we zitten er niet in daadwerkelijk en we sturen met lucht. Dat is wel belangrijk om te noemen. Maar het is wel een fijn ding, hij rijdt wel fijn. Ik denk dat de meeste mensen dit ook wel kennen van G-Mod en zo. Hij vaart best wel fijn. En als je een beetje je best doet, kun je hem overal landen waar je hem wil. Oké, kijk, een headcrab. Staff headcrab. De gate omhoog, want anders komen wij niet verder. Dat is nog wel belangrijk op zich. Om verder te komen. Fuck is daar? Helemaal niks. Volgens mij was er nog een keer wat bij die buizen daar, maar dat weet ik niet meer zeker. Dat daar een secret zat, ook een lamp daar. Er zit er wel een keer in zo'n rioolbuis. We gaan gewoon even checken. Oh, niks missen. Die niet. Deze. Ook niet. En hier ook niks, oké. Dan is het goed, dan gaan we verder. Dan vervolgen we onze weg met de boot. Wee. Dat ding, je kunt hem ook besturen in de lucht, dat is ook nog wel mooi. Je kunt er mee vliegen, zeg maar. Je kunt er ook alles mee kapot beuken, dat is ook leuk werk. Dat blijft altijd leuk werk, slopen. Slopen is een leuke bezigheid. En oh, we gaan naar beneden. We raken gewoon het dak aan. En stop! Zie. Daar zit een Half-Life logo. Een lamp daar. En bam. Maar nou zie je hem niet, zoals ik zei. Want deze heb ik al een keer eerder gevonden. Maar we pakken gewoon alles mee natuurlijk. En dan krijg ik ook extra resources en al dat spul. Dat is wel belangrijk. En we moesten naar een Red Barn toe. En dit is een Red Barn. Er zit ook nog een... Half-Life logo. Even over. Ga weg, krat. Kijk, en daar staat hij ook heel groot op. Dus daar is dat lampleiding. Oh nee, zombies. Auw, zombies. Dat was dat. Dit is de kaart. Op de kaart, op de kaart, op de kaart. Daar zijn wij nu. Als ik het goed heb. En daar is ook wat. En station 12 does not read. We gaan crowbar power. Ga naar boven toe. Zo moet je heel erg veel exploren in de game dus. Als je daar op was gelopen, dan was je naar beneden getikt op die manier. Fuck off. Kut dier. En we zijn boven. Die trappen blijven een beetje raar aan de ene kant. En er vloog een helikopter voorbij. Heb dit naar beneden gegooid. Oh, pizza! Oh, niet pizza. Zo, dat was die lamp daar. Dan kunnen we nou weer terug. Dat is die mooie kist. Oh, dat is een mooie kist. Best wel een mooi kistje. Even kijken, waar is onze boot? Daar is onze boot. Onze boot. Ik noem het gewoon een boot. Het is een halve. Ja, ik weet niet wat het precies is. Het is een bootbike of zo. Bikeboot. Die is ook dicht. Oh, paaltje. Oh, een jump, een jump, een jump. Oeh-wee. Oh, wat anticlimatisch. Dat echt een raar woord blijft ook. Was dat niet jammer? Dat was gewoon gemeen. Iedereen zat zo, wait for it, jump! En nee, gewoon remmen. Puur omdat het kan, puur om te plagen. Dan gaan we dan, nou gaan we wel echt.
En huppa, en dan kun je ook zien dat ik hem rond kan draaien in de lucht. Is dat niet mooi? Dat is toch prachtig. Oh fuck, camera ding. Ik haat camera ding. Ga weg, camera ding. Ik hit hem wel. Hoppa! Oh. Good job. Ah, vuil kut ding. Dat ding werkt als een flashbang. Fuck off. Oké, dat was die. Ik wou hem eerst dood hebben. Hij moest dood. Hij gooit de supply crate naar beneden. Dank je. Moet ik er eerst nog doorheen komen? Hij gooit er nog een. Wauw, jij bent een enthousiaste jongen. Oh, nou komt er een camera foto's van te maken. Dat is minder fijn. Dus had ik serieus maar één fucking electric ding in. En daar zit een Half-Life logo. Gaan we hier naar binnen. La 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 la. Oeh, wat eng. We lopen door allerlei buizen heen. Oeh, wat eng. En wat ligt daar dan? Daar liggen barrels. Ze denken, waarom liggen hier barrels? Dat is een goede vraag. Komen we zo achter. Hier kun je ook naar boven via de boomstam, dus. Als het veel moeite was daar. In ieder geval, volgens mij kunnen we hier ook gewoon inspringen. Ja, hier zie je. Dus ik, het is een beetje... Doe maar. Maar dit is weer een puzzel. Dus vorige keer... Vuile camera dinges. Hij gaat dood, die camera. Ik ga hem toch zo hard uit de lucht slaan met die koevoet. 360 koevoet slag. Oké, ongeveer... Nu. Dat was mis. Ik zie niks meer. Vuile kut camera ding. Kom eens hier. Kom hier. Kom. Ga je moeten pesten. Hé, hey, robot mama pas pesten. Volgens mij, ik weet niet of ik hier nou iets vergeten ben of niet. Dat er stiekem iets zit, zeg maar. Dacht het niet. Want hier kunnen we niet naartoe. En hier is niet waar. We kunnen hier wel naartoe lopen. En misschien hier beneden, ik weet het niet meer. Au, mijn au, mijn au, au, au. Dat gebeurt er dus als je niet aan het opletten bent op je aux power. Dan verzuip je in de game. We gaan nu een barrel mee naar beneden nemen. Zo. Want deze barrels drijven in tegenstelling tot die metalen. Drijven deze en die moeten we hier onder steken. En dan blijft die schans omhoog als wij er overheen gaan met onze boot. En dat moet ook. Want anders komen wij niet veel verder. Alleen ik ben nog op zoek naar die dingen. Waar de fuck ben jij? Ik weet niet waar die is. En ja, dan kunnen we in ieder geval wee, hier naar boven. Maar waar precies dat ding is. Hier niet in ieder geval, want hier moeten we wel met die boot. Dus waar de fuck ben jij? Maar misschien zien we hem dus ook niet. Dat zou nog natuurlijk kunnen. Ik zie niks meer. Dat, ik ben bang in het donker. Oké. Okay. Uh-oh. Oh, dan zeg ik nou weer vast. Hier. Eet. Ik weet niet, waarschijnlijk hebben we hem al gehad dan. Dan mis ik hem gewoon. Maar ja, we zien het sowieso niet altijd. Zoals ik al zei. Dat die achievement progress niet altijd in beeld komt. Ah, kom op. Ik was bijna bovenaan, game. Dank u. Dan gaan wij in de boot. In de boot. In de boot. Ik voel me net Dora. Half-life Dora. Half Dora. Dora life. The fog life. Dat ding klinkt niet echt positief, zou je zeggen. Dat klopt. Dat is ook niet echt positief.
Hey, yo, la la na na na, kom eens hier. Die lui kan gewoon aanvaren. Aanrijden. Hey, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Oké, dat duurt te lang. Crowbar power! Crowbar power! Oh. Zo doen we eigenlijk alles. Zo doe ik eigenlijk alles in die hele game. Ik kan denk ik die hele game wel doorlopen met alleen crowbar power. Ja, op een gegeven moment moet je een keer een rocket schieten op een heli. Maar voor de rest kan ik allemaal op crowbar power doen. En hier is nog weer een Half-Life lamp daar dinges. Moeten we zwemmen? Oh, kut. Moeten we zwemmen? Ik moet lichtje aan hebben en ik was aan het sprinten. Dat allemaal tegelijkertijd verbruikt veel stroom. Oh nee, alweer mensen die schrokken waarschijnlijk. Staff, hallo zombie. Yay, lamp te plek. 10 van de 45. En we zijn alweer buiten. Dat was dat. Maar je kunt die luiders ook aanrijden zoals de eerste dude. Deze dude, die ging dood door onze boot. Titanic. Auto. Ik weet niet wat het precies is nog. Nog steeds niet. Oh, wat spijtig nou. Oh, fucking hell. Kom hier, jongen. Staff, crowbar power, ga uit mijn boot. Hop hop. Oh, schans, schans, schans. Oei. Oh, wat dacht je daarvan? Een 360. Zo badass. Zo, zo doen we dat. Oké, uh-oh. Nee. Zo doen we dat. Die zijn ook allemaal dood nu. Het enige wat je hoort is een ding nog. Een portofoon ding. Oh nee. Die dingen die grijpen je uit je auto. Ik zal het even demonstreren. Of uit onze boot. Kijk, zie. Dan moeten we even switchen en dan tak 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 tak. Dan komt alles goed, maar... Ze pakken je dus daadwerkelijk uit je boot. Dus we wel even opletten op die dingen natuurlijk. Niet gewoon klakkeloos gaan varen. Dat is wat ik meestal doe eigenlijk. Hier zijn we aan de andere kant hele gevaar van net, hè. Net waren we aan deze kant. Als ik het goed heb. Het is eigenlijk helemaal ongevaren puur omdat hier een hek zit. Dat is toch wat. Wat een mooie riet hier trouwens. Wat een prachtig... Wat de fuck staat die boot opeens gedraaid? The fuck is je... Hier, ik druk gewoon die boot weg. Fucking badass. In welke game kan dat? In welke game hebben wij geen armen en sturen we magisch? Dat is toch gewoon geweldig. Nee, maar ik vind het een hele leuke game. Ik hoop jullie ook een beetje... of gewoon heel erg leuk natuurlijk. Niet alleen een beetje. Dat zie ik heel erg leuk vinden. En we gaan verder in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer later. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.